ben op zoek naar mensen die werken in het bankwezen. Nee. Kunnen jullie wat vragen? Ik ben op zoek naar mensen die werken in het bankwezen. Waar is het bankwezen? Bankwezen staat daar. Het heeft altijd een dat. Ik ben op zoek naar mensen die werken bij de bank. Dat ben ik niet. Ik ook niet. Werkt u in het bankwezen? Die lange jongen daarachter op de hoek. Ja. En dat meisje wat daarbij staat. Ja. Die werken bij Corporate Finance. We maken een programma over de bonussen en de bonuscultuur. Dat moet je niet meer weten. Nee, dat vind je vervelend om over te praten? We zijn een staatsbank, dus wij doen niet de bonus. Je krijgt geen bonus? Dat zou ik niet willen zeggen, maar het is geen onderwerp waar we dat kunnen bespreken. In de vorige aflevering vroeg ik me af of er een relatie is tussen de financiële crisis uit 2008 en de bonussen die uitgedeeld worden bij banken. Want hoewel de crisis een eeuwigheid geleden lijkt, zijn er nog altijd zorgen over de uitwerking van beloningen op het gedrag van bankiers. Er zijn politici voor wie het verband tussen de bonussen en de crisis heel duidelijk is. In essentie is de crisis ontstaan doordat banken en andere financiële instellingen te grote risico's hebben genomen. En die bonussen die hebben dat aangejaagd. En er zijn wetenschappers die door middel van simpele experimenten laten zien dat bonussen helemaal niet werken. Er zit een heel diep geloof in managers dat je je medewerkers aanstuurt met een wortel en een stok. Mensen lopen achter die wortel aan en anders geven ze een flinke tik. En zo manage je mensen. Maar dat is helemaal niet nodig. Sterker nog, beloningen werken averechts. En dit is eigenlijk een mooi symbool voor de kredietcrisis en de fouten die mensen gaan maken op het moment dat je ze geld in het vooruitzicht stelt. Kijk, je kunt met dat soort dingen heel goed menselijk gedrag analyseren. Maar om nou dat menselijk gedrag te vertalen naar hoe mensen dan vervolgens in een onderneming opereren, ja, dat is de theorie van de apenrots. In Ierland bezoek ik de man die buitengewoon gevoelig is geweest voor bonussen, Nick Leeson. Hij leidt in 1995 de Barings Bank naar de ondergang. The smallest bonus that I ever received at Barings was 1 year's salary. And then the biggest was nearly three years salary. In Ierland wordt het ook duidelijk hoe pijnlijk de gevolgen van de economische crisis kunnen zijn. I lost my job, I had bought the house and I lost the job 5 months later. In Nederland is iedereen er inmiddels van doordrongen dat er iets aan de bonuscultuur gedaan moet worden. Daarom hebben de banken, ook onder druk van de politiek, de zogenaamde code banken opgesteld. Maar kan die code ons beschermen tegen een eventuele toekomstige crisis? Voordat we verder gaan, wil ik nog even terugkomen op het gesprek dat ik vorige week had met minister De Jager. Ik vroeg hem of hij verband ziet tussen de bonussen en de kredietcrisis. Zeker. Niet zozeer is uit onderzoek gebleken dat bonussen de oorzaak van die crisis zijn geweest. Die oorzaak ligt in veel andere, veel ingewikkeldere oorzaken. Dan heb je het over veel te veel kredietverlening, te makkelijke kredietverlening tegen te lage bedragen. Veel te grote risico's die genomen zijn, onduidelijkheid over die risico's. Te weinig transparantie, alsmaar het doorverkopen als een soort balletje van die complexe producten waar niemand meer wat van begreep. Het toezicht. De Jager zegt dus dat bonussen maar een klein aandeel in de crisis hebben gehad. Maar hoe vaker ik aan dat gesprek terugdenk, hoe meer ik juist wel het verband tussen de bonussen en het roekeloze gedrag van bankiers zie. Als er iemand is die me kan uitleggen wat de minister tussen de regels doorzegt, is het deze man wel, Boele Staal, ex-politicus en de huidige voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ik bespreek met hem wat de Jager heeft gezegd. Toen ging ik het nog een keertje terugkijken. En toen dacht ik, wat zegt hij nou als ik zin voor zin ga kijken? De oorzaak van die crisis zijn geweest. Die oorzaak ligt in veel andere, veel ingewikkeldere oorzaken. Dan heb je het over veel te veel kredietverlening, te makkelijke kredietverlening. Dus er is te veel krediet verleend en te makkelijke krediet is er verleend. Ja. Maar hoe komt dat? Dat komt doordat mensen op werden gejaagd door bonussen om dat te doen. Nou, als we dan verder luisteren. Te lage bedragen. Waarom tegen te lage bedragen? Waarom leent een bank geld uit tegen een te laag bedrag? Dat doet een bank alleen maar omdat degene die dat doet, die haalt dan zijn target. Bonus. Veel te grote risico's die genomen zijn. Een veel te groot risico. Waarom neemt een bank een veel te groot risico? Je neemt een te groot risico omdat je een bonus wil behalen. Onduidelijkheid over die risico's. Waarom onduidelijkheid over de risico's? Nou, als je het onduidelijk houdt voor een klant, dan denk je, ja, ik wil gewoon mijn ding verkopen. En het interesseert me niet zoveel, die klant. Begrijpt u? Dus toen ik nu dat interview terugzag, dan dacht ik, er is een hartstikke duidelijk verband voor mij tussen de crisis en tussen die bonuscultuur.
Nee, ik ben het volstrekt niet met u eens. U knipt ook. Ja, ik stop steeds zijn zin om hem te begrijpen. Tuurlijk, ja, maar dat begrijp ik. Maar daarmee haal ik er één stuk uit. Het gaat om het totale verband. Ik denk dat de jager volstrekt gelijk heeft als hij zegt dat dat niet de oorzaak voor de crisis was. De oorzaak voor de crisis is een te grote schuldberg geweest. En dat er ook elementen in hebben gezeten dat producten makkelijk in de markt zijn gezet. En dat er onvoldoende gekeken is naar de risico's. En dat men niet gezien heeft dat het doorverkopen van risico's ervoor zorgt dat ze elders terechtkomen dan op de plek waar ze zijn genomen. Dat is de les die we geleerd hebben. Maar de één-op-één conclusie van u, dat dat de centrale oorzaak zou zijn, die wordt door niemand gedeeld. Dus daar staat u betrekkelijk geïsoleerd. Nou, weet u wat ik nou zo eng vind? Dat op een bepaalde manier denkt u nu, ik gooi alles op een hoop en ik zie het niet goed. Maar andersom denk ik het eigenlijk ook. Ik denk, meneer Staal, ja, u ziet niet het menselijke gedrag. Dat gedrag van die bonussen, het gedrag wat je oproept met die bonussen, dat speelt iets in de hand wat we eigenlijk allemaal niet willen. Nee, wat niet maar goed is voor ons dat allen. Dat ziet mij wel. Er is een... Nee, dat ziet u niet, want u denkt, die leven die heeft het fout. Nee. Die begrijpt er niks van, denkt u. Nee, dat hebt u mij niet horen zeggen. Ik heb alleen gezegd dat u dingen aan elkaar verbindt die ik niet aan elkaar verbind. In de ogen van Boele Staal overdrijf ik het belang van bonussen en leg ik verkeerde verbanden. Feit is dat er steeds meer aandacht is voor de vatbaarheid van mensen voor beloningen. En een groep gedragswetenschappers doet onderzoek naar wat bonussen met je hersenen doen. En ik wil weten, schuilt er een geldwolf in mij? Hallo. Hier is ons lab. En je krijgt zo'n soort badmuts op. En dan vervolgens sluit ik die elektrodes aan en dan gaan we de taak starten. Oké, is het erg pijnlijk? Nee, je voelt er helemaal niets van. Oké, mooi. Ik tik alleen signaal op. Goed, je krijgt nu de instructie op het scherm. Je ziet zometeen 5 deuren op het scherm. Achter elke deur zit een winst of verlies. De bedoeling is dat je steeds een deur kiest. En dat doe ik door een knopje in te drukken. Ja. Daarna zie je meteen het bedrag dat je wint of verliest in eurocenten. Het doel is om zoveel mogelijk geld te verdienen. Druk een toets om te beginnen. En volg eerst een voorbeeld. Oké, ik ben er klaar voor. Oké. Of de bonussen nou de oorzaak zijn van de crisis of niet, vaststaat dat er veel mis is gegaan bij de crash van 2008. Er komt zoveel kritiek op het functioneren van de banken dat zij, onder druk van de politiek en de publieke opinie, nieuwe maatregelen nemen. We hebben als banken een commissie ingesteld, de commissie Maas. En aan de commissie Maas gevraagd, ga voor ons nou eens na wat er fout is gegaan. Nou, die hebben gezegd, je moet je risicomanagement verbeteren. Je moet je raad van bestuur veel dichter op de producten zetten. Je moet een productgoedkeuringsproces hebben. Je moet meer kapitaal aanhouden. Je moet de verkeerde prikkels in de beloningen eruit halen. Die aanbevelingen zijn omgezet in een code. Die banken zichzelf hebben opgelegd. Overigens met instemming van de minister. En in die code laten wij zien hoe we onze verantwoordelijkheid nemen naar aanleiding van de crisis. Wat we daar laten zien is welke les we hebben geleerd. Naar mijn mening zijn zowel Boele Staal als de minister niet doordrongen van de slechte invloed van de bonussen. Maar wat beide heren wel kwalijk vinden zijn de risicoproducten en hoe gemakkelijk die werden doorverkocht. De minister heeft het zelfs over balletje. Maar wat zijn die risicoproducten eigenlijk? En hoe komt het dat niemand heeft kunnen zien dat die producten een mondiale financiële ramp hebben kunnen veroorzaken? Voor opheldering ga ik naar de econoom Hans Schenk. Dat geld dat zoomt rond van de ene bank naar de andere bank. Van de andere bank naar niet-bankaire financiers. Van niet-bankaire financiers weer naar andere niet-bankaire financiers. Waardoor er een zeer hecht netwerk is ontstaan van allerlei constructies die zich aan het oog van de eerste waarneming onttrekken. Om precies te achterhalen waar bijvoorbeeld, nou, laat ik dat een simpel voorbeeld nemen. U bent loodgieter en u wilt een nieuw bestelbusje. Ja, stel. Je bent een loodgieter. En je hebt voor je werk een nieuw busje van 40.000 euro nodig. Je gaat naar de bank en ze geven je een lening. De bank verkoopt vervolgens jouw lening aan een soort eigen dochteronderneming. Een vennootschap die een Special Purpose Vehicle heet. Een SPV. Daarmee hoeft de bank niet meer op de rente en de aflossing te wachten. Maar jouw lening is niet het enige dat in zo'n SPV zit. Hypotheken, creditcardtegoeden, verzekeringen, alles mag bij de activa van de SPV opgeteld worden. En nu wordt het spannend. De activa van de SPV, waaronder de lening van onze loodgieter, worden versneden, herverpakt en dan doorverkocht aan geïnteresseerde investeerders.
Die doen met het gekochte pakketje weer hetzelfde. Versnijden, herverpakken, doorverkopen. Want bij iedere verkoop verdient iemand een bonus. Op een gegeven moment weet niemand meer wat er in zo'n SPV zit en hoe groot de risico's zijn. Maar jij, onze hardwerkende loodgieter, moet dan ook nog aflossen. En als je dat eventjes niet kan, en dat kan gebeuren, dan ontstaat er ergens in het systeem een probleem. Wie is wat schuldig aan wie ook alweer? Maar het knappe van het systeem is dat hoe vaker er doorverkocht wordt, hoe minder duidelijk het wordt wat de inhoud en de risico's van het pakket zijn. Aan de buitenkant kunnen toezichthouder en de analist niet zien wat er in het prachtige pakketje zit. De SPV is een magische cape uit onze kindersprookjes. Je gooit het ergens overheen en het probleem wordt onzichtbaar. Maar onzichtbaar betekent niet dat het weg is. En zelfs als kind wist je dat. Wat we wel kunnen zien, is dat het aantal verkoopbewegingen dat er heeft plaatsgevonden in de afgelopen 10 jaar geëxplodeerd is. Van enkele miljarden, tientallen miljarden, naar honderden miljarden. En als je maar lang genoeg doorrekent en meer landen erbij pakt, duizenden miljarden. Tienduizenden miljarden zelfs. Maar er is een prachtige code gemaakt. Die banken die weten toch wel dat ze daar de rekening mee moeten houden? Nee, die code biedt daartegen geen bescherming. Als die code zou hebben gezegd, u mag niet langer die special purpose vehicles, die speciale buiten de grenzen van uw onderneming bestaande financiële instellingen oprichten waar langs u allerlei zaken geleidt, dan zou dat schokkend zijn geweest. Omdat dat inmiddels de kern van de activiteiten van die banken is geworden. De risico's die de minister Balletje Balletje noemt, bestaan dus nog steeds. Maar doet de code banken wel iets om het bonusprobleem te tackelen? De kern van het probleem, namelijk bonussen, worden geënt op targets en mensen worden aangezet tot risico en tot het verkopen tot foute producten, dat staat niet eens in die code. Wat vindt van de code banken? Nou, die is dus slecht. Die codebanken pakken precies dat aan wat niet belangrijk is. Die kijken alleen maar naar de hoogte van de bonus. Die wordt gelimiteerd op een jaar vast salaris. Dus iedereen volgt zijn vaste salaris en houdt dezelfde bonus. Dus dat doet dus helemaal niks. En die heeft expliciet de hele handelsvloer die mensen buiten de code gelaten. Dus A, het kernprobleem van een bonus pakken ze niet aan. En de kern mensen waar het om draait, die pakken ze ook niet aan. Ja, Wouter Bos stond te juichen van, goh, ik heb toch een mooie code afgesproken. Ja, maar die heeft volledig langs het probleem gelopen. Meneer Bos, mag ik u straks wat vragen, na afloop? Nee. Nee, echt niet? Nee. Wat jammer. Ja. Ik maak me zo van wie jullie zijn. Van de AVRO, Guido Levy. Ik heb je ook wel eens geïnterviewd. Dag. Ja. In de Kamer, vroeger, hoi. Vorig leven. Nee, ik houd even bij dit interview. Oké, en misschien een week daarna? Want ik denk het niet. Ik ben 2 maanden al aan het onderzoeken en ik maak me ernstige zorgen over de structuur van de banken, die niet is veranderd. Moet je bij mijn opvolger wijzen? Ja, maar u heeft het allemaal meegemaakt en u heeft nu wat meer afstand. Kan er misschien iets over zeggen? Nee, dat hou ik graag zo. Nee, het is een goed gebruik dat je opvolger niet voor de voeten loopt. Dus dat doe ik ook net. Nee, maar het gaat me niet om de opvolger voor de voeten lopen. Maar het gaat me meer om, ik zou van u willen weten, wat zijn de beslissingen die u heeft genomen? Wat waren de angsten die u had? Ja. En wat waren de criteria die u aanhield om zeg maar dingen te veranderen? Zeg maar. Heb ik voor dit moment alles over gezegd wat ik wil zeggen? Wouter Bos geeft samen met Nout Welling voor de Tros Radio een interview ter gelegenheid van het aanstaande afscheid van Welling bij de Nederlandse Bank. Dag meneer Welling. Hoor, geen antwoord, geen vraag. Hier alleen binnen. Oké, na afloop misschien 10 nee, minuutjes? Nee, niet. Oh, en waarom niet? Omdat ik hier uitgenodigd ben. Kan ik u ook uitnodigen voor 10 minuutjes? Maar ik kan nou zeggen dat het vertrouwen in de banken in de samenleving heel erg is gegroeid. Nee, daar heeft u helemaal gelijk in. Dat komt ten eerste door het chagrijn dat er zoveel belastinggeld nodig is geweest om ze te redden. Mag ik zeggen, overigens ook toezichthouders, hoor. Die zijn ook te weinig kritisch. De vragen die ik heb over de codebanken komen totaal niet aan bod. Dus blijf ik wachten op een antwoord. Zo, zijn jullie er nog? Ja. Mooi. Helaas blijft nee. Echt waar niet? Ja. Ik kan nog even hopen, want het beantwoordde niet echt mijn vragen, meneer Bos. De interview dat ik net heb gegeven. Ja. Okay. Er zijn genoeg andere mensen die vragen wel kunnen beantwoorden. Ja, maar niemand in uw positie. Nee, maar mijn positie is nou juist het minst interessante aan mij op dit moment. Wouter Bos houdt zich op de achtergrond, omdat later dit jaar de parlementaire enquêtecommissie met een eindrapport zal komen over het financiële stelsel.
Dus ik richt me noodgedwongen weer op de wetenschappers. Als u nu kijkt naar de discussie van die bonussen, wat is nou wat u het meeste raakt? Nou, het belangrijkste probleem rond de bonussen is dat die bonussen geen malusregeling kennen. Dat wil zeggen dat je bij winst flink kunt kassieren, maar dat wanneer het tij zich tegen jou keert, je niet thuisgeeft voor het afrekenen van de verliezen. Die verliezen worden dan, als ze maar groot genoeg zijn, want dat zijn ze in zo'n geval, afgedekt door de gemeenschap. Wij zeggen altijd door de overheid. Dus natuurlijk niet de overheid, dus de gemeenschap. Het punt is met banken is dat je er soms jaren later achterkomt dat je performance, dus dat je werk eigenlijk niet goed is geweest. Dus dat is heel erg lastig. Wat je het beste kan doen is een heel klein beetje winstdeling. Dat is goed. Dus dat je zegt, nou, er is wat te verdelen. Eigenlijk wat binnen het MKB ook geldt. Je bent slager, je hebt een goed jaar gehad en je zegt in december, jongens, iedereen krijgt er een maandsalaris bij. Nou, dat is goed te verkopen, maar geen grote bonussen meer. Ons beloningssysteem in hersenen reageert op allerlei soorten beloningen. Dat kunnen financiële beloningen zijn, maar het kunnen ook sociale beloningen zijn. Op het moment dat ik zeg van, goh, je hebt het goed gedaan, dan is hetzelfde beloningssysteem actief als geld, zeg maar. Dat we zien daar geen verschil. Dat is één klein gebiedje en die zorgt eigenlijk voor dat je je goed voelt. En hoe viel het? Ja, weet je, het is vreemd. Ik geef me er maar aan over. Dus even de situatie naar de bankiers. Als je standaard al een hele hoge beloning hebt, een financiële beloning, dus heel hoog salaris hebt, dan moet je, om je hersensysteem te prikkelen, zeg maar, om dat lekker gevoel te krijgen, moet je daar hoger gaan. En dat is denk ik een beetje de achterliggende gedachte van een bonus. Bonussen zijn van alle tijden. Mensen die extreem of goed presteren, die extra geld krijgen. Dus dat die prikkels erin zitten voor prestatie, ja, dat is ons westerse kapitalisme natuurlijk. En ik denk dat je een heel verantwoord beloningsbeleid kunt voeren, inclusief variabel salaris, inclusief bonussen. Maar deze crisis heeft ons wel geleerd dat je dat dan over lange termijn moet uitsmeren en niet over de daden van vandaag, morgen afrekenen en overmorgen nakijken. Bonussen zijn dus niet meer weg te denken uit de financiële wereld. De code banken pakt wel een aantal zaken aan, maar de economen die ik spreek vinden het absoluut niet ver genoeg gaan. Ik ben benieuwd wat Nick Leeson ervan vindt. De man die door zijn roekeloze gedrag verantwoordelijk was voor de val van de Barings Bank 16 jaar geleden. Ik heb hem de code voorgelegd. I'm sure the code is there to pacify the Dutch people. To show that something is being done. And to show the government that something is being done. If it's not being applied correctly and there are no penalties and you can explain away your non-compliance, it really has no basis. Banks have always been very good at bending the rules to suit them. You know, they try to cut the corners within the law, pushing the rule or the law as far as they possibly can in order to make more money quicker than another bank. Dit is de plus 5, dat is deze rode. Ja. En je ziet dat de gemiddelde Nederlander, ik doe hem heel even simpel, een uitslag heeft van boven de 15. Ja. Bij jou is die rode ondergemiddeld. Dus je reageert minder sterk dan de gemiddelde Nederlander op een financiële prikkel, zeg maar. Nee, je zegt het niet eigenlijk dat ik gewoon weinig om beloningen geef. Dus wat voor beloning dan ook? Ja. Of dat nou waardering van een medemens is, of dat het nou geld is, of dat iemand mij een taart komt brengen. Ja, het enige wat we hier kunnen zeggen is dat je hersenen niet zo enthousiast worden van een financiële beloning. Hoe moeten we die mensen die nou jarenlang aan die bonussen verslaafd zijn geraakt, hoe moeten we ze nou vanaf helpen? En als je naar de werking van de hersenen kijkt, als je dat als uitgangspunt neemt, dan zou je mensen gewoon heel lang niet moeten belonen, zeg maar. Dus helemaal niks geven. En ik noem maar iets, na een paar jaar zijn ook die mensen weer tevreden met 100. Zijn afgekikt. Zijn ook weer tevreden met 100 euro. Heel lang niet belonen. Dan raken de bankiers wel afgekikt. Maar ja, dat kunnen we wel vergeten.
Het is de hoogste tijd om terug te keren naar de minister van Financiën. Minister Jager, de laatste keer dat ik bij u was in de Kamer, toen heb ik u gevraagd of er een verband was tussen de crisis en de bonussen. Toen zei u nou, misschien een heel klein verband, maar de oorzaken die liggen ergens anders. Nou, ben ik een soort van onderzoekje gaan doen. Toen ben ik eigenlijk op tegenovergestelde conclusies gekomen. En die wil ik graag aan u voorleggen. Ja. Dus dit is Zweden van Wijnberger. Ja. En die zegt tegen mij van, nou, als we nou bijvoorbeeld kijken naar die code, hè, de code banken, en als we kijken naar die bonussen, dan zien we dat de bonussen nog steeds worden uitgekeerd als mensen een goed resultaat behalen. Maar het is niet zo dat als mensen een misser maken, dat het geld wordt teruggehaald. Sinds de vorige keer u hier geweest bent, is er ook veel gebeurd. Ook op het ministerie natuurlijk, sowieso. En hebben we ook een aantal dingen in gang gezet. Het terugvorderen van onredelijke bonussen, dat noemen we clawback. Dat gaan we nu wettelijk vastleggen. Er is ook een wetsvoorstel voor ingediend om dus te zorgen dat, ja, als er onredelijke bonussen zijn uitgekeerd, dat je dan die kan terugvorderen, zelfs met terugwerkende kracht. En dat gaat gebeuren, of dat is al gebeurd? Daar zijn we nu mee bezig. Is nu een wetsvoorstel ingediend. Dat duurt dus nog eventjes. Moet eerst echt worden aangenomen door de Tweede en de Eerste Kamer. En dan kan dat ook echt daadwerkelijk plaats gaan vinden. Natuurlijk leg ik ook de rest van mijn bevindingen voor aan de jager. Maar wat ik ook aandraag, ik krijg eigenlijk steeds hetzelfde antwoord. Van die special purpose vehicles. En als dat het geval is, dan kunnen we ingrijpen. Kan de toezicht. De minister heeft meer bevoegdheden gekregen en kan ingrijpen als het nodig is. Alles zal opgelost worden met maatregelen en wetten. Daar hebben we nu zelfs regelgeving voor van de overheid, wat best wel bijzonder is. Dat is voor het eerst dat we dat hebben. Die heb ik net ook ingevoerd. Ja, waar het mij om gaat, is dat ik probeerde te begrijpen wat het verband was tussen al die verschillende factoren, wat eronder lag. En dan dacht ik, dat is toch dat menselijke gedrag. Dat door die prikkels mensen verblind raakten voor de risico's die ze namen. En of u ziet of mensen die nu in de banken werken, en dat zijn allemaal nog dezelfde mensen, of dat is doorgedrongen. Ja, nou, in Nederland gelukkig niet. Hè. Die toppen van die banken zijn allemaal vernieuwd. Dus het zijn niet meer dezelfde mensen. En er is gelukkig wel in de mentaliteit wat aan het veranderen. Maar we moeten wel aan werken. Want inderdaad, mensen zijn wel geneigd om ook op te komen voor hun individuele belangen. En dat betekent ook hun financiële belangen. Wetten en regels, dat zijn de wapens van een minister. Maar uiteindelijk gaat het om de mentaliteit van de mensen. En vooral van de mensen in de financiële wereld. Wat er eigenlijk aan de hand is, is dat 16 miljoen Nederlanders de bonusvoordelen die de 100.000 Nederlanders gedurende het afgelopen jaar zijn binnengehaald, afdekken. Nu eigenlijk blijkt dat die bonussen zijn verstrekt op basis van lucht. Ik noem dit een herverdeling van financiële middelen van arm naar rijk. Want er is maar één groep in de samenleving die echt macht heeft over de banken. En ja, dat zijn de klanten. Als die weglopen, dan heb je niks meer. Geconfronteerd met al die tegenstrijdige boodschappen, zoek ik mijn toevlucht tot een Ierse kapsalon. Daar probeer ik mijn gedachten op een rijtje te krijgen. Ik kom tot het besef dat je geen hersenwetenschapper, econoom, bankier of politicus hoeft te zijn om de essentie van het vraagstuk van de bonussen te kunnen doorgronden. Ja, hij staat. Fantastic. Thank you. Do you give sometimes out bonuses to people who work well? Oh. Staff? Yes. We encourage them. We tell them they're great. We don't give them any more money, though. No? It's a pleasure to work in this shop. And the customer in the chair is the most important person. Work as best I can. Volgende week. 5 miljard mensen hebben toegang tot medicijnen. Dat is gelukt. Ja. Dus nog 2 miljard te gaan, zou je zeggen. Where the biggest burden of disease is not where the money is. De stelling aangaan van dat wij alleen maar op de aarde zijn om mensen kapot te concurreren, dat is natuurlijk een onzalige stelling. We are going to die. Africa is a poor.